En dan zijn we nog steeds hier en ik heb natuurlijk de host kunnen strikken. Jenny Kroes. Jenny, hoe is het met je? Gaat lekker. Ik zag je net. Gewoon amazing. Ja, echt. Je voelt gewoon verbondenheid vandaag. Je voelt gewoon, vandaag is gewoon de dag dat we vieren. Jenny, je bent de host vandaag. Ja. Je hebt uiteenlopende acts, bandjes, DJ's, alles meegemaakt. Hoe ervaar je dat vandaag? Anno 2024, Kitty Kottie Schouwburgplein. Nou, wat je zelf zegt, ontzettend veelzijdig. En we hebben roots gewoon overal. En dat brengen we hier gewoon samen. Ja, dit is toch... We zijn gewoon rijk aan cultuur. En jij host vaker, je bent presentator. Ik heb problemen met dat woordje. Maakt niet uit, presentatrice, ja. Maar we zeggen host. Wat doe je dat allemaal? Ik presenteer op meerdere evenementen. Of het nou gaat om muziek of spoken word of theater evenementen. Ja. Ik ben zelf ook actrice. Actrice? Wow. Ja. Dus... En goede tijden, slechte tijden? Of... Nou, het lijkt me heel leuk om daar nu te gaan spelen. Dat komt nog. Dat staat nog zeker op de agenda. Mensen, let op Jenny, hè, want binnenkort zie je haar elke avond. Nou ja, weet je, ik ben al wel te zien in een aantal series, kleine rolletjes. Ja. Dus daar verschijn ik al wel. En wat zijn voornamelijk de rollen die je een beetje speelt? Nou, heel romantisch? Of, nou, gek genoeg vinden mensen mij een heel zorgzame type. Ja. Nee, is niet gek genoeg hoor. Nee, ik ben ook een heel zorgzame type. Ja. Dus je werkt ook in de zorg? Of? Nee, ik ben een beetje hoor. Nee, ik werk niet in de zorg. Ja. Maar ik ben wel heel zorgzaam naar iedereen om me heen. Oké, en dat heb je vanuit je karakter, vanuit je opvoeding? Of, ja, dat is blijkbaar mijn uitstraling. Ja. Hè, je wordt voornamelijk gekast op je uitstraling en wat je meegeeft. Ik merk het ook eigenlijk aan de manier hoe jij zeg maar de mensen aankondigt, afkondigt. En ook, ik zie ook dat je ze nazorg geeft naar het podium. Belangrijk, zeg maar. Is dus, ontzettend belangrijk. En als we hier nu vandaag zeg maar het festival, we zitten hier lekker gezellig. We horen winnen op de achtergrond. Heerlijk. Weet je, als we dit vanavond gaan afsluiten en we denken aan de volgende jaren. Kitty Kottie, hoe zie je het voor je? Eerlijk, soortgelijk, want ik zeg was, maar het is nog steeds gaande. Dit is al een succes, dit is al, als je ziet hoe iedereen reageert. Ja, ik zie het natuurlijk vanaf het podium. Ja. Mensen zijn verbonden met elkaar. Alle roots van heel Rotterdam, iedereen is er. Prachtig, het maakt helemaal niet uit wat iedereen zijn achtergrond is. We merken wel van ja, we zijn nu wel even een eenheid. Ja, mooi. Dat moeten we vooral vasthouden. Ja, toch? Jenny, 1 juli, vrije dag. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want het moet eigenlijk toch wel een nationale vrije dag worden, toch? Ja, weet je, we kunnen gaan demonstreren. Ja. Maar ik denk dat we vooral gewoon petities moeten gaan tekenen. En er moet gewoon een wethouder zijn die gewoon zegt, ik ga me hiervoor inzetten. Want die kan het beleidsplan gaan schrijven. En daar vandaan kan het gemaakt worden. Nou, ik denk dat jij al een mooie... voorzet heb gegeven. Ik wil je bedanken voor dit interview. Ik wens je nog heel veel succes vandaag. Dankjewel. En met de rest van je carrière. En ik kijk geen goede tijden, slechte tijden, maar als jij erin gaat spelen, ga ik elke avond braaf kijken. Zullen we dat afspreken? Afgesproken, hè? Ja, oké. Afgesproken, handje erop. Is goed. Dank je. Dank je.